Goedemorgen. Goedemorgen. Wat jij nou aan het doen? Ik had mijn scherenpraat vergeten. Dus, noodoplossing, dan maar met het mesje. Leuk, je bent... Half acht. Opstaan. Goedemorgen. We zijn in het Duitse plaatsje Goch. En we zijn hier middels de organisatie Landvergnügen komen slapen. Zoals je ziet staan we op een hele rustige parkeerplaats. Midden in het dorp bij de kerk. En de parkeerplaats waar we staan is een privéparkeerplaats van een restaurant. Het restaurant dat ligt... Ik zal het je zo meteen even laten zien. Een restaurant dat ligt daar bij de blauwe bocht. Het is hier super stil. Het heeft vannacht wel behoorlijk gevroren. En het is nu zo lekker koud. En we gaan nu, dus ik ga nu lekker naar binnen heerlijk ontbijten. En dan is het de bedoeling dat we zo meteen onze lege gasfles gaan vullen in Duitsland. Dat hebben we nog nooit gedaan. En ik hoor altijd op allerlei camperforums dat gastanken in Duitsland een stuk goedkoper is. Dus dat gaan we zo meteen uitproberen. En dan, als dat gedaan is... Dan gaan we richting Nederland, ergens tussen Nijmegen en Arnhem, maar dat zien jullie zo meteen wel, dat is nog een verrassing. Oh, we gaan lekker wandelen. Bij een klompenpad gaan we lopen. En we zijn hier gearriveerd in, oh, ik weet het niet meer de plaats, Ressen? Ressen. Ja. En we staan bij... Lanswinkel De Woerd. Kun je een overkant zien? Oh, ik wil wel nog eventjes wat filmen, want dit is leuk. Die bijenkas. Ik weet niet of dat goed te zien is. Prachtig, hè, die fruitbomen. Appel staat allemaal in bloei. Ja, komen er knoppen? Ja, daar komen knoppen. Daarachter staat onze camper. Heerlijk, hè? Lekker uit de wind. Dit is wel handig als je blijft kijken waar je loopt. Ging wel soepel.
Goedemorgen. Het is zaterdag 19 maart. En we staan op landwinkel De Woerd. Ik hoop dat ik het goed zeg, want ik weet het niet 100% zeker. In de Boomgaard. Het is hier heerlijk stil. Het is vanochtend wel behoorlijk koud. En een koud windje, maar dat mag de pret niet drukken, want de zon schijnt volop. En zoals je ziet hebben we stralend blauwe lucht. En bij landwinkel De Woerd sta je dus letterlijk bij een fruitteler op het erf. En die fruitteler heeft een prachtige boerderijwinkel. En een lunchcafé. De staanplaatsen zijn echt helemaal toppie en het heeft echt de potentie om een super camperplek te worden. Maar dat is één nadeel. Je ziet mij nu lopen en dat betekent dus ook dat onze camper die staat helemaal erachter. En alle voorzieningen zitten helemaal aan die kant van de straat. En het nadeel is ook nog een keer dat het allemaal verspreid is. Dus je hebt niet water, toilet en grijs water bij elkaar. Het is verspreid over het terrein. En je kan dus ook niet je camper met een slang vullen, want dan staat het parkeerplaatsje vol omdat de lunchcafé vol is of dat er allemaal mensen naar de winkel toe komen. Als ze dat nog voor elkaar hebben, hebben ze echt een super plekje. Ik zal je even meenemen om je ietsjes meer te laten zien. Zoals je ziet, dit is het geweldige lunchterras. Heerlijk, we zitten in de zon. En hier is het ook behoorlijk druk overdag. En als je die kant uitgaat, dan komen we bij de boerderijwinkel terecht. We hebben gisteren natuurlijk zijn gaan shoppen en met een hele tas met heerlijke producten. Allemaal streekproducten, allemaal biologisch, echt helemaal geweldig. We gingen natuurlijk met een hele zak met producten naar huis. En helemaal achteraan in het hoekje. Helemaal achteraan het hoekje zijn douches en toiletten. En er is zelfs nog een plekje. Goedemorgen! Die grote grijze buis, dat is voor je chemisch toilet. We gaan de fietsen klaarmaken en dan gaan we naar Nijmegen met de fiets. Dus ik denk ruim 6 kilometer fietsen. Lekker fietstochtje in het zonnetje. Lekker. En dan gaan we kijken, ik denk een beetje shoppen. Oh, een nieuw fietstochtje. Dat, ik ben bang van wel. Gezellig! Nou, we nemen jullie mee, want jullie zien ons dadelijk wel, als we in Nijmegen zijn. Zo. In Nijmegen, aan de lunch, maar wel binnen, want het is buiten koud.
En kijken wat we gekocht hebben, wat we besteld hebben. Broodje gezond. Ik heb met zeewier, is gezond. Oh, die van jou is gezond, die van mij is minder gezond. Ik heb gewoon veel. Maar dat maakt niet uit. Ik kan het hebben. Is makkelijk. Hallo. We zijn terug van Nijmegen. In Nijmegen zelf hebben we niet zo heel veel gefilmd. Of gevlogd. Want daar was het ontzettend druk. En een koude wind. Dus dat was niet zo'n heel succes. Misschien merk je het nu wel, ondanks dat ik mijn dode kat op de microfoon heb horen. Nog steeds misschien een beetje windblazen, want er staat nog steeds een stevig windje. Ik wou jullie nog even iets tonen. We hebben namelijk afgelopen week zijn onze magneetplaten voor de camper binnengekomen. Kijk, op onze deur. En daar zijn wij best een beetje trots op. Wat vinden jullie ervan? Als je het leuk vindt, laat even reactie achter in de commentaren. We zijn trouwens ook altijd blij met alle tips en tricks die jullie achterlaten in de commentaren. Dus alvast dankjewel daarvoor. De fietsen staan klaar, die gaan zo meteen bij de garage in. En dan begint het langzaam maar zeker avond te worden. Het wordt koud. Je ziet dat wel een klein beetje, ik weet niet of je dat kan zien, de lucht. Kun je net niet zien, de lucht kleurt mooi rood. En dan gaan we relaxen. Nou ja, relaxen. We relaxen al de hele dag. Maar dat betekent gewoon zometeen lekker kopje koffie. Voetjes omhoog. Wat lezen. Een spelletje doen. En aan de vlog werken. Zodat die ook weer op tijd geüpdate kan worden. Tot morgen. Morgen. Het is zondagmorgen. Nog heel vroeg. En alles ligt nog in diepe rust. Maar wij gaan alvast een stukje lopen. Kijken wel of we nog iets leuks tegenkomen. Zodra dat we de deur openden, waren al die hazen hier weg. Dat leek wel of het Pasen was, dat de paashazen hier rondliepen. Zo'n grote hazen lopen hier. Nou, eens kijken of Wiel klaar is. Ja, daar gaan we. Tot zo! Iedere morgen als we langskomen, dan zijn ze ietsjes meer open. Het is natuurlijk nog nu nog vroeg. Maar zo mooi. Heerlijk. Heerlijk die lente. Achterlicht nemen we ergens en volgens als we met het goed herinneren zijn we daar over de brug heen gefietst gisteren. En nu is het tijd voor onze ochtendwandeling. En onze ochtendwandeling is niet even kwestie van langzaam lopen, maar dat is stevig te pas erin. Ik denk dat die gisteravond een feestje is geweest. En feestjesvieren heb ik niks op tegen, maar het laten staan en laten achterlaten van al die troep. Dat vind ik toch wel een beetje minder. Jammer, want het is zo'n prachtig plekje. En als dit één keer begint, dan is dat vaak het begin van het einde. Zo. Komen we tijdens de ochtendwandeling een bestratingsmachine tegen. Ik had het nog nooit in het echt gezien. Wel ervan gehoord, maar stel je nou toch voor dat deze machine deze weg gewoon automatisch legt. Want, dat weet ik wel, een Nederlandse stratenmaker mag niet meer zoveel. Ik ga ervan stotteren. Een Nederlandse stratenmaker mag maar zoveel vierkante meter per dag handmatig leggen. En de rest moet machinaal gebeuren. Ik had zo'n machine nog nooit in echt gezien, maar dit is toch wel echt super tof om te zien. Gewoon deze weg is volledig machinaal aangelegd.
ochtendwandeling zit erop. Marjon is alvast vooruitgelopen om ontbijt klaar te maken. En ik ben nog even in het spelen geweest met fotocamera en telefoon. Om te kijken of we nog een paar leuke shots zou kunnen maken. Of iets is geworden, ja, dat zien jullie zo meteen wel. Hey! Als je nog ziet waar het grijs water was, de grijs waterafvoer. En dit putje. Het is helemaal ideaal. Dank je. Take 27. Goedemiddag. Het is zondagmiddag. En we zijn klaar om weer naar huis te gaan. Het zit er weer op. Het weekendje. Super gezellig. Maar nu is het afgelopen. Ja. Dat is ook meteen het einde van onze vlog. Mocht je deze vlog nou leuk hebben gevonden, dan waarderen wij natuurlijk een duimpje omhoog enorm. En als je alle avonturen wilt blijven volgen, is het natuurlijk ideaal als je abonneert. Kost ook nog helemaal niks. En als je het helemaal afmaakt, dan druk je op het belletje. Dan krijg je meteen een melding op het moment dat we weer een nieuwe vlog uploaden. Dankjewel voor het kijken en tot de volgende vlog. Doei! Tot de volgende keer, doei!